Rosa Garcia Pinheiro, voorzitter van de Alcoa Foundation, heeft afgelopen donderdag een bezoek gebracht aan minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling. Het doel was om het ministerie te informeren over de activiteiten van de Alcoa Foundation in Suriname. Pinheiro was in gezelschap van Suralco-directeur Ruben Halfhuid. Dikan heeft de delegatie ingelicht over het beleid van het ministerie in het algemeen en over de specifieke inspanningen om de kwaliteit van het leven van gemeenschappen in het binnenland duurzaam te verbeteren. De Alcoa Foundation opereert zelfstandig en ondersteunt graag projecten en programma's die op een duurzame manier de leefomstandigheden van de gemeenschappen in landen en plaatsen waar Alcoa actief is of is geweest verbetert. Zij investeert met het oog daarop twee kerngebieden. Het bevorderen van de preventie van een veerkracht tegen klimaatverandering door menselijke activiteiten en herstel en behoud van biodiversiteit. Thans worden 4 grote projecten in Suriname ondersteund door de Alcoa Foundation.